Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 4 januari van Weerplaza. We hebben vandaag te maken met een warmtefront dat over ons land heen gaat trekken. Alleen in de ochtenduren is in het noorden de zon nog veel te al te zien. Verder is het bewolkt en vooral in het zuiden is het vanochtend soms eventjes nat. De regen breidt zich in de loop van de dag uit naar het noorden en het wordt een graad of acht in Groningen tot elf of twaalf in het zuiden van het land. Vanavond trekt de regen weg en dan trekt de wind aan zee eventjes aan tot wintersacht 7 of 8. Verder ligt de temperatuur tussen de 7 en de 10 graden. Morgen is het wisselend bewolkt, soms komt de zon erbij. Er kan ook een enkele bui vallen en het wordt 7 tot 10 graden bij een matige zuidwestelijke wind. Zaterdag zien we nog veel bewolking en lokaal wat regen. Het wordt dan 6 graden. Vanaf zondag breekt een periode met koud weer aan. Het wordt overdag amper 3 graden en in de nacht gaat het licht vriezen. Verder blijft het wel meest droog en zien we de zon geregeld. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.